Hey, hallo. Welkom bij Bavianenvoer. We gaan vandaag met de buret werken. We hebben hier een buret. Die heeft een kogelkraan en een volume van 50 tot 0 milliliter. Je kunt de buret aflezen op 1/100ste nauwkeurig. We gaan de buret eerst voorspoelen met demiwater. Dat doen we 3 keer. Laat de buret leeglopen en controleer meteen even of de kogelkraan luchtbelvrij is. Probeer de luchtbel onderin te verwijderen. Dit doe je door de kraan tip even omhoog te duwen. Nou zie je de bel naar boven gaan. Even blijven schudden. En dan laat je een heel klein beetje vloeistof komen. In dit geval nog water. En zo verwijder je de bel in de punt. We gaan de buret nu voorspoelen met natronloog. Plaats de schoongespoelde trechter bovenop de buret. We gaan nu voorspoelen met natronloog. Dit doe je 2 keer. Laat steeds even de buret leeglopen. Als je dit gedaan hebt, is de buret voorgespoeld en kun je hem vullen en is hij gereed voor gebruik. Vul de buret tussen 0 en 10 milliliter. We hebben precies 10 milliliter van ongeveer 0,1 molair zoutzuur overgebracht in de Erlenmeyer. Als indicator voeg je een paar druppels fenolftaline toe. We lezen nu de beginstand van de buret af. Als je goed kijkt naar de blauwe lijn, dan zie je dat het puntje van de blauwe lijn dan naar voren komt in de holle meniscus op 2,43. Plaats nu de Erlenmeyer onder de buret en ik kan beginnen met titreren. Druk rustig op de kraan en laat druppelsgewijs vloeistof in de Erlenmeyer vallen. We zien nu dat de roze kleur steeds intenser wordt. Dit betekent dat je dicht bij het equivalentiepunt bent. Daarom spoel ik nu de randen van de Erlenmeyer nog een keer af. Deze jongen. Bam! Het is gelukt? Yeah. Goed hè? Ja. Yeah. Ja, mooi hè? Mooie kleur ook. Helemaal goed. Het equivalentiepunt is bereikt. Je ziet de kleur duidelijk omslaan van kleurloos naar roze. Nu is het belangrijk dat je de eindstand van de buret opschrijft. De eindstand is 12,52 milliliter. En de beginstand is 2,43 milliliter. Deze twee kun je van elkaar afhalen en dan heb je het verbruik aan natronloog genoteerd. We hebben nu succesvol een titratie uitgevoerd. Kijk naar het resultaat. Dit is dus met behulp van de buret gedaan. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Hier doen we een beetje zuur en hier een beetje van een andere stof en die twee reageren met elkaar. En op het moment dat ze allemaal, alle deeltjes met elkaar gereageerd hebben, dan slaat hier de kleur om. Dat is wat we dadelijk eigenlijk gaan doen. Dus komt het dan een kleur? En dan komt er ineens, van kleurloos wordt het ineens roze. En wat je nou doet is, je pakt zo de kogeltje vast, de knijpje op en dan zie je, Ja, en dan loopt die leeg. En dan loopt die leeg, ja. Pak je gewoon voorzichtig het kogeltje vast, iets lager pakken. Dus op de kogel pakken en dan voorzichtig, ja daar, en dan knijpen. Ja, oh, en hij heeft meteen een hele stroom. Zachtjes knijpen. Dus je moet even gevoel krijgen dat die, of je het voor elkaar krijgt dat hij ook druppelt. Voel je het? Als er op een gegeven moment voel je dat je druppel voor druppel kunt laten vallen. Zo ja. Ja, dat is goed. Iets meer knijpen. Ja, zo ja. Ja, dat hij druppelt. Zo. En dan zie je langzaam de kleur. Dit is nog water, hè? Dus we gaan hem daar even vullen met die andere vloeistof.